Welkom allemaal bij deze algemene reading. We gaan gewoon kijken welke boodschappen er op dit moment uit mogen komen. Wat de energie is. En ja, loop je toevallig tegen deze reading aan, dan kan het zijn dat er een boodschap in zit voor jou. We gaan beginnen met de tea leaves. Daarna zal ik de engelenantwoordenkaarten schudden. En we gaan een tarotlegging doen. Dus ja, welke boodschappen er ook mogen komen op het gebied van carrière, liefde, noem maar op. We staan overal open voor. Ik ga de eerste stapel tea leaves schudden. Dit is een algemene reading voor het collectief, dus het kan en zal niet voor iedereen resoneren. Neem gewoon die boodschappen mee waar je iets aan hebt, wat je herkent. En ja, laat de rest vooral los. Universum, graag een heldere, duidelijke boodschap. Wat is de boodschap die wij op dit moment mogen ontvangen? En kijk je de video over 2 weken, dan kan het zijn dat er op dat moment een boodschap voor je in zit. Energie is ja, vloeibaar als het ware, dus het kan voor de een al gebeurd zijn, voor de ander op dit moment spelen en voor weer een ander nog moeten komen. Dus ja, we gaan het zien. Wat is de boodschap die er op dit moment tevoorschijn mag komen? 3 kaarten alstublieft, universum. 3 kaarten. Welke boodschap mag gehoord worden? Wauw, de zak komt eruit, een bag. En wat nog meer, universum? Wat nog meer? Nog 2 kaarten, alsjeblieft. Welke boodschap mogen we doorkrijgen? Oeh. Nou, de eerste stapel is geschud. We hebben 3 kaarten mogen ontvangen. Zoals ik zei, de eerste kaart, een zak, een bag. Kan te maken hebben met iets belangrijks, een nieuwe baan of een salarisverhoging die eraan zit te komen. Dan hebben we een bezem, een broom, een nieuw huis, een nieuwe houding. Ja, en een bezem, daar veeg je als het ware je omgeving schoon mee. Dus het kan ook te maken hebben met opruimen in je huis. Voor sommigen van jullie kan het zijn dat je ja, allerlei oude spullen wil opruimen. Want een opgeruimd huis, een opgeruimde omgeving is natuurlijk ook een opgeruimd hoofd. En voor anderen van jullie kan het daadwerkelijk te maken hebben. Of met een nieuwe baan, een nieuw huis. Het kan zijn dat je een baan aangeboden wordt waarvoor je moet verhuizen. En de derde kaart is een pijl. Je bent op het juiste pad. Als het gaat om een bepaald aspect in je leven. Dus je zit op het juiste pad, de pijl, ja, die vliegt de juiste kant op. Mooie positieve boodschappen om mee te beginnen. En ik hoop dat het inderdaad ja, zo positief blijft, universum. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor de huidige energie, welke boodschappen mogen wij nog meer ontvangen? Nog 3 kaarten alsjeblieft. En het zijn er al 3. Dus we leggen de stapel terug. En we gaan kijken welke 3 kaarten eruit zijn gekomen. Een bel. En de bel heeft te maken met een aankondiging. Ja, een aankondiging. Een positieve aankondiging voel ik. Wat inderdaad met huis, werk te maken kan hebben. We hebben hier een berg. Een grote uitdaging die er voor je ligt. Het kan ook een, ja, een berg zijn, als het ware tegen een berg, tegen iets opkijken. Iets moeten overkomen. Iets zien als zijnde, ja, iets zwaars. Een major challenge. Een hele grote uitdaging om hier overheen te komen over die berg. We hebben ook een knoop. Dat is dan weer minder ja, positief. De knoop staat voor onsuccesvolle plannen. Onsuccesvolle plannen. Maar het kan alle kanten op. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen. Herhaal deze dan voor jezelf. Ik ga de engelenantwoordenkaarten schudden. En heb je geen vraag, dan kijken we gewoon welke boodschappen eruit willen komen. Nou, en dat was heel snel. Nee. En dit is een nee zonder uitroepteken. Want er zit in dit deck ook een nee met een uitroepteken. Dus nee, maar. De plannen
We hebben hier die onsuccesvolle plannen. De plannen kunnen misschien op een andere manier een positieve draai, een positieve twist krijgen. Maar niet op de manier dat je je voorgesteld had. Of dat je gepland had. Universum, engelen, wat is het antwoord op de vraag die men zich stelt? Of wat is de boodschap die we op dit moment mogen ontvangen? Antwoord op de vraag of de boodschap die we op dit moment mogen ontvangen? Ja. Ja, met een uitroepteken. Wat nog meer? Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen als antwoord op de vraag of als boodschap die gehoord mag worden op dit moment? Wat mogen we nog meer ontvangen, engelen? En wat is jullie boodschap voor het huidige moment? Wat is de boodschap? Heb vertrouwen. Vertrouwen hebben. Vertrouwen kan op dit moment belangrijk zijn. En het kan vertrouwen zijn in een bepaalde situatie of op een goede afloop. Het kan vertrouwen in een persoon zijn. Dus kijk hoe het resoneert met jouw situatie. We hebben meditatie geeft de oplossing. Dus misschien je terugtrekken, inderdaad mediteren. En we hebben hier onder op het dek grote gelukkige veranderingen. Dus dat is heel positief. Grote gelukkige veranderingen. Heb vertrouwen dat het goed gaat komen. Dat je deze uitdaging aan kunt. Want uitdagingen worden niet voor niets, komen niet voor niets op je pad. Iets is een uitdaging omdat je er een les uit kan leren. En iets komt op je pad omdat je het ook aan kan. Dus we gaan het zien. We gaan het tarot schudden. De dwaas. Een nieuwe start. Een risico durven nemen. En dit is een hele jeugdige energie. Iemand die ook al wat naïef kan zijn. Iemand die geen lasten op zijn schouders draagt. Dit is kaart nummer 0 van de grote arcana. Hier begint de reis. Dus deze persoon heeft nog heel veel uitdagingen te overwinnen. Zoals we hier hebben liggen met de berg. Dit is ram-energie. Je kunt zelf het sterrenbeeld ram hebben of te maken hebben met iemand die het sterrenbeeld ram heeft. Ook onder op het dek een nieuw avontuur aangaan. Iets wat heel veel passie, creativiteit. Het kan zijn dat je een nieuwe baan aangeboden wordt met die schildknaap van staven. Een grote uitdaging. Het is misschien een uitdaging om uit je comfortzone te stappen met die dwaaskaart. Doe eens gek. Kijk, en de dwaas heeft niet veel bezittingen bij zich. Hij draagt een heel klein zakje. Zijn hond die naast hem staat om hem te waarschuwen op het moment dat de dwaas van een berg af wil springen. Maar de dwaas die gaat ervan uit dat alles goed komt. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het huidige moment? Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen voor het huidige moment? Er kan dus voor sommigen van jullie communicatie binnenkomen die te maken heeft met een nieuwe frisse start. Nieuw huis. Nieuwe baan. Drie kaarten. En hier is die weer. De pentakels 9. Succes in carrière, in werk, financiële onafhankelijkheid, iets wat je financieel vooruitbrengt. Een overwinning hebben we hier met de staven 6. Leeuwenergie, goed zijn in datgene wat je doet, erkenning krijgen, beloning krijgen, succesvol zijn, gezien worden. En dan de pentakels 2, een kaart van balans vinden in een situatie. Hard werken, maar ook tijd maken voor plezier. Tijd maken voor jezelf. In ieder geval in een situatie is balans nodig.
En we hebben hier de koningin van kelken. Iemand die vertrouwt op haar intuïtie. Iemand die haar hart volgt. Datgene wat ze koestert. Ze koestert deze kelk. Ook iemand die heel zorgzaam is, behulpzaam, empathisch. En dit kan iemand zijn met helderziende gaves, heldervoelendheid. Iemand, ja, die graag zorgt voor anderen, voor haar dierbaren, haar geliefden. En soms ook wel eens zichzelf vergeet. En dit kan ook iemand zijn die, ja, soms emoties niet goed de basis, als het ware. Maar als algemene energie heb ik het gevoel dat het universum aangeeft, heb vertrouwen en vertrouw op je intuïtie. Waar heeft die dwaas mee te maken? De dwaas die we hier hebben liggen. Waar heeft die dwaas mee te maken? Gematigheid. Een kaart van healing. Een kaart van het kalm aandoen. En matigen. Het kan letterlijk te maken hebben met matigen. Dit kan te maken hebben met je uitgavenpatroon. Voor sommigen van jullie is het misschien heel belangrijk wat de buitenwereld denkt. Je kunt nogal materialistisch ingesteld zijn. Dus ja, de dwaas, ben niet dwaas. En let op je uitgavenpatroon. Dit kan te maken hebben met je gezondheid. Maar ook met het kalm aandoen, geduld hebben in een situatie. Maak geen overhaaste beslissingen. We hebben de staven 10, een kaart van heel veel lasten dragen. De situatie is, ja, niet meer draagbaar. Met de staven 10. Het kan zijn dat je de zorg hebt voor anderen in je omgeving, ook met die koningin van kelken. De zorg hebt voor familieleden, gezinsleden en heel veel verantwoordelijkheden draagt. Het kan zijn dat er misbruik zelfs van je gemaakt is. Het kan zijn dat je de financiële verantwoordelijkheid draagt. Maar het wordt allemaal te veel en het is tijd om inderdaad ook rust te nemen. Meditatie geeft de oplossing. Ja, neem ook je rust als je echt ook fysiek uitgeput bent met die staven 10 kaart. Je hebt misschien heel veel verantwoordelijkheden op je nek genomen die misschien niet van jou waren. We hebben twee kaarten van, ja, er is balans nodig. Meerdere ballen in de lucht houden. Doe het kalm aan. Ook als je iets nieuws gaat beginnen. Zorg dat je een situatie goed doordacht hebt. Alvorens je in het diepe springt. Alvorens je een risico wil nemen. Waarom ligt hier die pentakels 9? Pentakels 9. Financieel succes. Oh. Nou, dat zijn er veel te veel. Bovenop ligt de pentakels 3. Het kan te maken hebben met een samenwerking. Maar iets wat met je werk te maken heeft of een samenwerking zal succesvol zijn. Waarom ligt hier de pentakels 9? Ik zie dat sommige van jullie een situatie zullen beëindigen. Of er komt hulp, waardoor je, ja, minder verantwoording alleen draagt. En dit kan te maken hebben met een samenwerking die je ook financieel vooruit zal helpen. Waarom ligt hier de pentakels 9? Pentakels 9. Zware 6. Een situatie wordt achtergelaten. Naar kalmer vaarwater gaan. Richting meer stabiliteit. En dat heeft alles te maken met een nieuwe start. Een nieuw begin. Een kans die je geboden wordt. Iets waar je, ja, je hart sneller van gaat kloppen. Heel veel passie. Kan ook met lust te maken hebben. Het kan zijn dat je het single leven achter je gaat laten. Een relatie gaat beginnen met iemand. Een samenwerking. Samenwerken aan een gezamenlijk doel. Maar voor velen van jullie kan het ook met, ja, zaken te maken hebben.
Je staat op het punt om een risico te nemen. En een situatie die je heel erg uitgeput heeft. En misschien ook zwaar drukt op je gezondheid. Het kan zelfs zijn dat je in een baan bijvoorbeeld een burn-out hebt gehad. Een periode van healing hebt meegemaakt. Het is nu tijd om het kalmer aan te doen. Betere planning, prioriteiten beter verdelen, verantwoordelijkheden beter verdelen. Iets achter je laten. Een situatie van conflict wellicht achter je laten. We hebben ramenergie, boogschutterenergie heel sterk. Nog een kaart voor de pentakels 9. Iets is in ieder geval niet succesvol geweest, maar dat gaan jullie verlaten. En dit kan ook een bepaalde manier van denken zijn die je achter je gaat laten. Daarom ligt hier de pentakels 9. Nou, we hebben dus die zwaarden 6 en dan daarop volgend de zwaarden 7. Een andere strategie. De zwaarde 7 is de diefkaart. Het is een kaart van oneerlijkheid, geheimen, bedrog, noem maar op. Het kan zijn dat je dat achter je gaat laten. Het kan zijn dat je een relatie achter je gaat laten. Een werkrelatie of een relatie op liefdesgebied. Iemand waar er sprake is van geheimen. Iemand die oneerlijk was. Iemand die heeft gezorgd voor conflict. Maar ik heb ook het gevoel dat dit te maken heeft met een risico nemen als het gaat op zakelijk gebied. Door een andere strategie te hanteren of iets compleet anders te gaan doen. Iets wat je leuk vindt. En daarvoor iets achter te laten. En je gaat daar hulp bij krijgen. En die hulp kan ook komen in de vorm van de koningin van Kelken die we hier hebben liggen. Een schorpioen, kreeft, vissen. Iemand die heel zorgzaam is. Iemand die om je geeft. Dit kan een moederlijke energie zijn. Het kan een zus zijn. Een familielid. Een vriendin. Iemand die je helpt. Bij de start van iets nieuws. Iemand die wellicht bepaalde lasten uit handen neemt. Waarom ligt hier de staven 6? Maar heb vertrouwen dat de situatie goed zal komen. Er is nog een uitdaging die overkomen moet worden. Maar je staat voor een belangrijke nieuwe start. Het kan zijn dat je van je hobby je werk gaat maken. Staven 6. Het kan zijn dat je voor je werk in de belangstelling staat. Staven 6. Wauw, iets waar je op hebt gewacht. Kijk, dit is een kaart van wachten tot je schepen binnenkomen. Wachten tot je succes zult krijgen door de planning die je hebt gedaan. Het harde werk wat je ergens in hebt gestopt. Dit is positief staan naar de toekomst. Je opties open houden. Plannen maken voor de lange termijn. En deze kaart verklaart de staven 6 het succes behalen. Dus dit is iets waar je naar hebt uitgekeken. Iets waar je je tijd en energie in hebt gestopt. Nog een kaart voor de staven 6. Een periode waarin je misschien hebt moeten opletten op je financiële situatie. Moeilijk was om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan een risico nemen om die situatie te verbeteren. En we zien dan succes binnenkomen. Staven 6. Staven 6. Wauw. Zegenwagen. Dus van een energie van wachten met die staven 3. Wachten tot je succes binnenkomt. Plannen maken. Daadwerkelijk actie ondernemen. Met de zegenwagen. Iets achterlaten. De zegenwagen, dit is iemand die zijn ouderlijk huis als het ware verlaten. Of de stad waar hij of zij is opgegroeid. En eindelijk de moed heeft om de stap te zetten. Dus iets waar je al langere tijd mee in je hoofd hebt gezeten. Waar je wat je gepland hebt. Waar je naar uitgekeken hebt. Waar je al het voorwerk voor gedaan hebt.
Daar ga je nu daadwerkelijk actie op ondernemen en een overwinning in behalen. Je bent goed in datgene wat je doet. Mensen kijken naar je op, mensen nemen je advies aan. Je staat in de spotlight. Het kan zijn dat je letterlijk onderweg zult zijn met de staven 3 en de zegenwagen. Dit kan zijn reizen voor je werk. Het kan een reis zijn naar het buitenland. Waarom ligt hier de pentakels 2? De aandacht is op jou gevestigd met die staven 6. Pentakels 2 wordt verklaard door de schildknaap van zwaarden. Ja. En die pentakels 2, dat is ook een energie van voors en tegens tegen elkaar afwegen. Twee situaties met elkaar vergelijken. Twee personen wellicht. En dit is iemand die onderzoekt de situatie. Iemand wil meer informatie alvorens een beslissing te kunnen maken. Het kan ook zijn dat je met van allerlei dingen tegelijkertijd bezig bent. Je bent bezig met werken, je bent bezig met studeren. Een hele nieuwsgierige energie. Nog een schildknaap onder op het dek. Boodschappen die binnenkomen. Aanbiedingen die je krijgt. Het kan zijn dat je meerdere aanbiedingen krijgt. Pentakels 2, keuze uit 2. Nog een kaart voor de pentakels 2. Helderheid. En een doorbraak in de situatie met de aas van zwaarden. En dit is ook weer een kaart van een situatie waarover is nagedacht. Actie daarop ondernemen. De eerste stap zetten. Zodat je inderdaad ook het succes kunt zien binnenkomen. De resultaten kunt zien binnenkomen. Het kan zijn dat er door communicatie helderheid komt. Het Rad van Fortuin, de juiste plaats, de juiste timing, goddelijke timing. Einde aan vertragingen, helderheid krijgen in de situatie. Waarom ligt hier de koningin van Kelken? Oeh, de Kelken 3. Samenkomen met vrienden, met familie. Zoals ik zei, dit kan iemand zijn die je helpt. Maar dit zijn ook aankondigingen. Dus je kunt een aankondiging krijgen over iets waar je hart echt naar uitgaat. Iets wat je koestert. Dit kunnen aankondigingen zijn in verband met familie, relaties, kinderen. Zeer zeker kan het ook te maken hebben met kinderen. Dus we hebben hier heel veel kinderlijke energie. We hebben de schildknapen. Schildknaap van zwaarden, schildknaap van staven. We hebben de dwaas. Dus ook nog een hele jonge, jeugdige energie. Waar ligt hier de koningin van Kelken? En daar komt hij weer. Voor de derde keer. Schildknaap van staven. Er kan een aankondiging komen over een geboorte. Maar ook over een nieuwe baan. Iets wat je... Ja, een mogelijkheid die geboden wordt. En je kunt het zien als een hele... uitdaging. En het kan heel veel moed van je vergen om de eerste stap te zetten. Maar datgene waar je op gewacht hebt, waar je naartoe gewerkt hebt, dat gaat binnenkomen. En zodra je inderdaad onderweg bent, het balletje gaat rollen, dan zal het heel snel gaan met de zegenwagen, een hele snelle energie. Dan zul je ook inderdaad zien dat je de erkenning krijgt waar je op wacht. En we hebben hier ook nog een koning van zwaarden. Onder die koningin van Kelken. En dit kan iemand zijn die... Dit kan een leidinggevende zijn. Dit is iemand die emotioneel... zijn emoties niet laat meespelen, laat ik het zo zeggen. Maar iemand die heel wijs is. Iemand van... Die beslissingsbevoegd is. Iemand van wie men advies aanneemt. Het kan een leidinggevende zijn. Iemand die werkt voor autoriteit. Een bepaalde instantie.
Maar dit is iemand die staat voor rechtvaardigheid. Iemand die een situatie objectief beoordeelt, helder communiceert, komt met feiten. En dit heeft te maken met een nieuw avontuur, een nieuwe start. Er komt communicatie en dit maakt je heel blij, een reden om te vieren. Dit is iets wat je heel graag doet. En het is nu zaak om inderdaad het risico te durven nemen. De stappen te durven zetten. Kijk. Pentakels 10. Je bent misschien wat onzeker. Of dit inderdaad voor de lange termijn is. Iets wat je financieel stabiliteit gaat opleveren of niet. Want daaronder hebben we de kelken 5 en de kelken 4. Twijfel. Doordat je misschien nog gefocust bent op ja, dingen uit het verleden. Maar ja, dit is iets wat je gemanifesteerd hebt. Iets wat je projecteert met de magier. Je wensen inderdaad een werkelijkheid laten worden. Al je middelen gebruiken. En nu zal het succes binnenkomen zodra je de eerste stap durft te zetten. Waarom ligt hier die aas van zwaarden? Onder de pentakels 2. Grote gelukkige veranderingen. Heb vertrouwen. En het is iets totaal anders dan dat je misschien, ja, zoals je het verwacht hebt. Kijk, de aas van zwaarden wordt verklaard door de gehangene vissenenergie. Met de zegenwagen hebben we kreeftenergie. Kijk, en de zwaarden 2. Oh, tussen twee situaties inzitten. En proberen te balanceren. En dit is ook weer een energie van even rust nemen, even je terugtrekken. Reflecteren op de situatie. Vertrouwen op je wijsheid. Objectief naar een situatie. Ja, je bekijkt het vanuit elke ooghoek. Je bent objectief met die koning van zwaarden. Je vertrouwt op je innerlijke wijsheid. En je wil een goede keuze maken. De koning van zwaarden weet waar hij naartoe wil. En dit kan ook een kaart zijn van zelfopoffering. Dus je zult inderdaad de actie moeten ondernemen. En ja, je hebt je twijfels. En die twijfels kunnen te maken hebben met teleurstelling. Maar ik heb ook het gevoel dat je denkt, ik kan deze kans echt niet aan me voorbij laten gaan met de kelken 5. Dit is ook spijt hebben over dingen die je een gemiste kans wellicht. De kelken 4 kan ook te maken hebben met een gemiste kans. Dus dit is iets wat je niet aan je voorbij kan laten gaan. En het is misschien nodig om iets op te offeren. Maar dit is iets ja, waar je echt je hart sneller van gaat kloppen. Iets wat je leuk vindt. Iets wat je nieuwsgierigheid opwekt. Iets waar je van kan leren. En iets wat je ook financieel succes gaat brengen. En je zult inderdaad ook zien dat je goed bent in datgene wat je doet. We hebben de zegenwagen en de staven 6, een kaart van overwinning. Dus het is een hele mooie kaart. En de uitdaging kan zijn de moed hebben, de durf hebben om de eerste stap te zetten. En je bent misschien bang dat het niet succesvol zal zijn. Er kan sprake zijn van wat onzekerheid. Maar er komt helderheid in de situatie. Dus ja, grote gelukkige veranderingen. Heb vertrouwen. Iets belangrijks zoals een nieuw huis, een nieuwe baan of een salarisverhoging. Je bent op het juiste pad. Dus er komt een aankondiging met die kelken 3 ook. En dit is iets wat je blij gaat maken. Nou, dit is wat ik voor jullie heb voor de komende periode. En er komen nog meer readingen deze maand. Ik wens jullie een hele mooie maand toe. En ook de komende maand, want we zitten al bijna aan het eind. Mocht het resoneren, laat me een reactie achter.
Klik op die like button en abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat leuk vinden. Voor alle mensen die zich al hebben geabonneerd, heel erg bedankt. Het helpt me echt om mijn kanaal te laten groeien. Dus ik ben daar echt heel dankbaar voor. En ik wens jullie heel veel liefde en licht. Dag!